Dit Anjer-prijs, die wordt vandaag uitgereikt. Ja, een prijs om mensen in het zonnetje te zetten die zich met hart en ziel inzetten voor veteranen. Om te laten zien hoe belangrijk ook zij zijn, ook bij het herstel van die veteranen. Een van de genomineerden voor de Witte Anjer-prijs van dit jaar is Tim Ruiling, initiatiefnemer van de Sunset March in Nijmegen. Al sinds 19 oktober 2014 is de Sunset March een dagelijks eerbetoon aan geallieerde militairen die gevochten hebben voor de vrijheid van ons land. Iedere avond loopt een veteraan de Sunset March op de brug achter mij. Deze brug is het grootste oorlogsmonument van Europa. Daar is een kunstwerk op ingebouwd. Dat heet Crossing Lights. En dat zijn 48 lichtmasten. Ik ben zelf veteraan. Ik ben uitgezonden geweest naar Egypte en naar Joegoslavië. En heb bij het lopen op die brug bedacht dat dit gedaan moest worden door een veteraan. Iedere avond weer. Tijdens een bijeenkomst heb ik aan 4 collega-veteranen gevraagd of zij het een goed idee vonden. Ze vonden het een fantastisch idee. En vanaf die dag lopen we. Dit project loopt al 9 jaar. En 9 jaar lang zijn we in staat om iedere avond een veteraan op de brug te krijgen. En dat is zo bijzonder. De nominatie, dat dit onderkend wordt dat het bijzonder is, zit in die nominatie verwerkt. Dat het zo'n prachtig project is, dat er iedere avond een eerbetoon is. En dat we altijd lopen. Ja, mevrouw De Snow, mooi om te zien. Ja, zeker. Ja hoor. Ja. Mooi dat zij dit zo met elkaar volhouden. Dat lijkt me best bijzonder. Ja, goed ook dat wij via die Witte Anjer-prijs dat dan ook als je daar niet in de buurt woont, dat je dat dan wel meekrijgt dat dat gebeurt natuurlijk. Ja, zeker.